De eerste oefening op tabellen of arrays vraagt niks meer of niks minder dan 100 getallen in te lezen en deze in de omgekeerde volgorde af te drukken op het scherm. Dit gaan we natuurlijk niet doen voor 100 getallen. Het is te zeggen, ik ga geen 100 getallen invoeren, maar als we het op zo'n manier doen dat we het voor 5 of 10 getallen kunnen doen, dan zal het ook voor 100 schaalbaar moeten zijn. En wat we natuurlijk nodig hebben is een array ervoor, want we moeten alle getallen onthouden als we willen die getallen straks in omgekeerde volgorde afdrukken. Immers, we kunnen de eerste pas afdrukken als de laatste is ingelezen, dus dan moeten we ze allemaal onthouden. En we zullen zien dat een tabel natuurlijk beste maatjes is met nulles. Ik maak een tabel die 100 getallen kan bevatten. En ik zeg dat deze allemaal geïnitialiseerd mogen zijn op 0. En gelieverd zo 100 bij te houden. Dus op dat moment zal de tabel tab voorzien moeten worden van een index. Als we willen zeggen over welke cel we praten. Ik demonstreer het nog even. Als ik op plaats 5 het getal 13 zet. En dan print ik de tabel op cel 5 of de cel 5 van de tabel. Dan zou ik 13 willen zien. Mijn file moet nog als startup file ingesteld worden. Dit zal beter zijn en daar hebben we 13. Ik ga dus wat doen, ik ga met een teller, ik neem de i van index, ik ga lopen van 0 zolang i kleiner of gelijk is aan, dat moet kleiner zijn denk ik, dan de lengte van het bal. En ik kan hier gewoon de functie len voor gebruiken. Ga ik wat doen? Ga ik op plaats i in de tabel. Input gaan storen. En i verhogen met 1. Zo. Ik ga dat niet voor 100 doen, ik ga dat eventjes voor 5 doen. En dan wil ik iets gelijkaardigs, maar met de print. Dan wil ik immers handen van len tab min 1. Als de lengte 5 is, dan zijn de indexen genummerd van 0 tot 4. Dus len tab is 5, min 1 is 4. En ik wil dat we gaan tot en met 0. Maar dan naar beneden. Ziezo. En dan ga ik natuurlijk hier een print doen van het getal. En ik denk dat ze allemaal onder elkaar moeten afgedrukt worden. Ik ga even de opgave erbij nemen. Jawel, allemaal. Er wordt afgesloten met een nieuwe lijn. Natuurlijk om ervoor te zorgen dat we die laatste ook gewoon met een print kunnen voorzien. En dat we het niet noodloos ingewikkelder maken. Even kijken. Het enige punt van controle nog is, klopt dit? Als ik tot en met lengte tab ga, dan zou dit niet mogen, want de lengte van de tabel is 5, dus ik moet tot en met 4 gaan. Dit zou ik moeten doen, even kijken. 5 getallen en ik druk ze omgekeerde volgorde af. Ik weet niet dat er speciale dingen gevraagd worden bij deze opgave. Nee, dus dat is hem. Je ziet het overlopen van een tabel aan de hand van een index die omhoog gaat van 0 tot aan de lengte van de tabel. Niet inbegrepen, dus als de lengte van de tabel 5 is, dan gaan we tot en met cel 4. 0 tot en met 4. En deze lus doet net het omgekeerde, gaat vanaf de laatste cel, en de lengte van de tabel min 1, gaan we hier opnieuw naar beneden tot en met 0. Alle cellen gaan overlopen. Op die manier kunnen we dus heel wat variabelen gebruiken onder één naam en die gedifferentieerd worden door indexen. Ik moet dit nog voor spoi aanpassen naar 100 en dit zou het moeten zijn.